Hallo, welkom in mijn paleisje in Noord en welkom bij mijn home tour. Kom binnen. Daar is hij dan, jongens. Eindelijk de lang verwachte home tour van ons allereerste eigen appartementje in Amsterdam-Noord. We komen natuurlijk binnen in de gang en laat ik ook meteen daar maar over beginnen. Straks stel ik je nog even over onze stylisten, maar hier zie je meteen haar werk al goed terug. Want wij hadden één regel, mijn vriend en ik. Geen enkele muur mag wit blijven. Nu denk je, ik zie toch echt witte muren? Maar dat komt omdat de deur achter jou, die zie je straks nog, het plafond. En de muur hier zijn nachtblauw. Dus dat was wel heel mooi met het contrasterende wit. Voor de rest hebben we gekozen voor gouden accenten. Pet was even bang dat het iets te campy zou worden. Maar ik vind het toch echt wel heel lekker uitgepakt. En normaal staan de kaars niet aan, maar ik vond het wel zo gezellig nu. Dit hoekje bij binnenkomst. Ook handig dat ik mijn sjaals achter slot en grendel kan doen, omdat anders de kat het opeet. Dus dit is de gang. En je moet eigenlijk die kant ook nog even laten zien. Want dan zie je ten eerste de donkere voordeur, ook weer met goud beslag, heel chic. En dus, ja, dat heb je dus als je niet zo groot woont, dan moet je een beetje slim omgaan met de ruimte. Je denkt misschien, wat hangt die hoog? Maar anders gaat de deur niet open. Dus dat hebben we puur gedaan uit praktisch oogpunt. En ik moet af en toe wel springen om bij die route te kunnen. Maar goed, daar ben je ook weer aan. Dan nog iets wat ik wat later pas bedacht. Ik heb op zich best wel veel schoenen. En toen dacht ik ineens, ben je sterk moet slim zijn. Dit is ons washok. Dan heb ik gewoon zo'n ding aan de binnenkant gehangen. Dat ik zo hop al mijn schoenen kwijt kan. En als je hem dicht doet, is die bende er niet meer. Echt ideaal. Goed, tijd voor de woonkamer. Tadaa! Zoals je ziet, weinig tot geen wit. Alle muren zijn gekleurd. En hier was echt onze grootste les. Je moet het durven, je moet het doen. Het pakt altijd beter uit dan je denkt. Wat ik al even vertelde over de stylisten. Wij waren in contact gekomen met een platform. Het heette toen Interior Plan. Dat heet nu anders. Dat zal ik later nog wel even in de beschrijving ook zetten. Zij hebben ons gekoppeld aan een styliste. Aan Laura van Holistic Interiors. En dat was echt zo top. Want ik kan je best op een plaatje aanwijzen wat ik leuk vind. En Pet ook. Maar om het dan samen te brengen. Ja, dat is gewoon mijn vak niet. En dat is dus wel haar vak. Dus het was ook echt heel erg leuk om onze ideeën bij haar neer te leggen. Om dan te zien hoe zij dat helemaal samenbrengt tot een concreet idee. En zo heeft ze ook bijvoorbeeld deze lamp uitgezocht. En zij is dus ook met het idee gekomen om een kamer in te pakken. En dat betekent dat je dezelfde kleuren op je muur als op je plafond gebruikt. Dat vonden we wel een klein beetje spannend, maar dat is dus ook echt heel goed uitgepakt. Ik weet de kleuren niet uit mijn hoofd. Ik zal ze voor jullie opzoeken en in de beschrijving zetten. Maar dit is dus wel een lichte kleur. Een beetje dat mushroomachtige, wat we dus ook mee hebben genomen in het plafond. En Pet zei van de week nog tegen me, ja, als ik nu ergens ben waar dan het plafond ineens wit is, ziet het er zo raar uit. En daar ben ik eigenlijk al met hem eens, want ja, het maakt het gewoon meer een geheel als het zo is gedaan als hier. Dan deze wand, is ook wel een grappig verhaal. Je ziet hier, zeg maar, door de kast heen en achter me, het is een leistenen wand. En toen we hier gingen bezichtigen was die dus licht mintgroen. Nou, niet echt heel mooi. Die zijn er ook altijd, dat weten jullie inmiddels. Toen dachten we, ja, om het nou allemaal af te slopen, dat wordt echt een beetje veel gedoe. Dus we geven hem een kleur van een van onze favoriete dingen, een rode wijn. Wel best wel spannend, want ook best wel donker geworden. Maar sinds dus de kast, die hebben we helemaal laten maken, ervoor staat. En in de kleur van dus weer die lichte muur, vind ik het dus wel mooi. Want het haalt een beetje dat donkere uit de kamer. Al zie je nog wel de stenen doorheen. En ja, het is ook niet perfect gestileerd. En ik dacht ook voor de video, ja, dit is nou eenmaal hoe we zijn. Beetje chaotisch, maar dat mag ook wel. Dus ja, uiteindelijk ben ik heel blij met hoe dit zo uitgepakt heeft. Ook wel handig, dat je gewoon zo lekker achter een deurtje nog wat troep kan leggen. Dus dat is deze kant van de kamer. Dit is ook wel grappig, want ik stond dus enorm in de paarse spotlight. Deze spots was ook weer zo'n afweging. Tenminste, we waren niet onbeperkt geld. Dus het was echt zo, oké, wat doen we wat mooier? Waar proberen we wat op te besparen? Uiteindelijk hebben we toch wel voor heel veel mooie dingen gekozen. Omdat ik merk wel, met een koophuis geef je toch wat sneller wat meer geld uit dan bij een huurhuis. Omdat het is allemaal van ons. En je stopt het soort van allemaal in je eigen huis. Dus daarom hebben we met die spots ook toch weer gekozen voor mooie. Met zo'n mooie messing. Ja, ik hou van gouden details. Had je misschien al door. En wat ik ook heel vet vind, hebben we van die Philips Hue lampen erin zitten.
En dit is dus een foto die ik in Buenos Aires heb gemaakt. Die heb ik dan geüpload. En dan pakt hij dus die kleur. Ja, ik hou er echt van. Allemaal van die gadgets. Ziggy ook. Kom eens even hier. Want nu gaan we jouw hoekje laten zien. Want deze beestjes horen er natuurlijk ook erbij. Je hebt natuurlijk altijd van die plusje klapbaren. Ja, dat vind ik nou niet echt top. Maar het moet voor die beesten wel leuk zijn. Dus ik ben eigenlijk heel blij hiermee. Gewoon een beetje een natuurlijke look. En Marley ligt echt de hele dag hier uit het raam te kijken. Dus dat is lekker hun stekkie. En ons balkonnetje. Kijk, dit is dus echt mega chill. Achter jou komt de zon op. Daar gaat de zon weg. Dat betekent dat we bijna de hele dag hier zon hebben. Een bankje neergezet, een klein kleedje. Dat is wel een mini woonkamertje buiten. Dan kan ik hier lekker chillen. Bakje koffie erbij, kat erbij. En het is nu februari en ik heb zelfs vorige week hier al in mijn t-shirt even gezeten, omdat het helemaal beschut is. Dus echt een heel lekker plekje, ondanks dat het klein is. Ik dacht, dit fixen we gewoon. Binnen 2 weken is alles helemaal af, tot in de puntjes doorgestyled. En iedereen zegt, nee, een eigen huis is nooit af. Die mensen krijgen gelijk. Het is echt, dingen blijven gewoon liggen. Je moet altijd nog dingen doen. Je zal zo ook wel zien dat ik dus nog steeds geen afdekplaatjes voor mijn stopcontacten heb. Het is gewoon nooit af. Maar die frustratie heb ik ook maar losgelaten, want het is wat het is. En go with flow. Het enige waar ik achteraf toch anders voor gekozen had, is de kleur van de kozijnen. Maar het is zoveel werk om het over te doen. En ook de raambedekking, die hebben wij niet uitgekozen. Dat hing er nog van de vorige bewoners. Ideaal is het niet, het is niet spiegellelijk. Maar dit was weer een keuze van, gaan we nog een paar duizend euro uitgeven of laten we het maar even. We hebben het even gelaten. Dus niet mijn keuze, maar oké. Okay. Doen we even zo. Wat wel onze keuze is, is dit super mooie Afrikaanse masker. Ik neem eigenlijk nooit souvenirs mee van reizen. Maar als ik iets meeneem, vind ik zoiets wel heel vet. Daar hebben we met de hand gemaakt. Herinnering aan onze mooie reis en ook mooi in huis. Dan de next item. Eigenlijk een paar items. De dranktrolley. Die je overigens niet moet rijden, want dan valt die op, want hij is veel te zwaar. Maar ik vind het vet. Zo leuk vind ik het zing. Die heeft onze stylist dus op Marktplaats gevonden. Die dingen zijn echt hartstikke duur. Ze hebben hem echt voor een paar tientjes daar op de kop getikt. Dus very blij mee. Hier vertel ik straks meer over. Dit komt namelijk van een heel leuk winkeltje. Maar daar komen we zo nog bij. Misschien was het je al opgevallen. De kleur en het materiaal van onze vensterbanken. Want dit is wel heel bijzonder. Dit is namelijk gemaakt van natuursteen. Het is een kwartzietsoort. Het kan je een beetje vergelijken met marmer, het is alleen veel harder. Maar hoe vet dat we gewoon groene vensterbanken hebben. We hebben het besteld via Pure Natural Stone. En ze zijn hier gekomen om het in te meten. En ook om het te installeren. En ik vind het zo vet. Het, ik weet niet, ik had daar nooit aan gedacht. En zij kwamen met het idee. En ik vind het dus echt een mega toevoeging aan mijn huis. Over deze bank. Er zijn altijd heel veel meningen. De meeste vraag die ik hoor van mensen die binnenkomen is, oh my god, hoe kreeg je dit bij je vrienden doorheen? Een roze bank. Maar de grap is dus, nou, ik zit te denken of het nou zijn idee was, maar hij vindt het dus heel mooi. Ik bedoel, waarom niet? Mogen mannen roze dan niet mooi vinden? Ik vind hem echt top. Jij ook, want hij is dus velour. En deze kluitjes hier, die blijven er niet in hangen. Want mijn vorige bank was dus helemaal kapot gemaakt. En dit niet, dit vinden die katten niet leuk. En wij vinden het wel leuk, want het ziet er en heel mooi uit. Ik vind de kleur echt fantastisch. En het is natuurlijk wel fijn dat hij ook mooi blijft. Kattenmandje erbij, lekker gezellig voor de poezen. En ook hier zie je weer een goud detail. Ook dit is weer compleet op de golk. Ja, de maat hadden we natuurlijk wel gemeten, maar we wisten helemaal niet hoe die bank zou zitten. Dus toen die binnenkwam en toen we zo deden, was het echt, oh, thank god. Voor de rest hebben we wat mooie kussens erop gelegd. Dit is heel leuk, van een Amsterdamse chica. Sophie Dirver die maakt dus deze kussens. Ik vind het zo vet. Ik had ze vannacht even eraf gehaald omdat Ziggy nog wel zo'n hap neemt op die kussens. En nu weer erop en dan zie je echt wat een verschil kussens kunnen maken op een bank en een interieur. Dat brengt dus echt dingen samen. Dus die vind ik heel erg tof. Deze achter mij vind ik ook echt waanzinnig. Weer van hetzelfde winkeltje als die kat. En dat maakt het gewoon helemaal af. Dat vind ik dus ook van het kleed. Dit zijn echt van die dingen. We hadden de eerste paar maanden gewoon geen kleed. En ineens liep ik er tegenaan en dacht ik, ja, dit is hem. Hij is van Ted Baker. Hij heeft een hele aparte vorm. Want hier loopt hij dan rond. Hier loopt hij ook soort van rond in een hoekje. Natuurlijk allemaal kleuren. En toen ik die neerlegde, dacht ik echt, ja, nu komt het samen. Ook weer redelijk gedurfd, maar I like it. De salontafel, die hebben we nu, ik denk 2 weken. We hebben dus gekozen voor glas en wederom goud. Ja, het past er gewoon goed bij. Weer een ronde vorm. En omdat hij zo doorzichtig is, geeft het ook veel ruimte.
ik vond het best wel lastig om hem te stylen. Dus ik heb gewoon even op Pinterest gezocht. En het werkt dus altijd, tip van Kel, eigenlijk tip van Pinterest, een paar boeken opstapelen en daar gewoon wat fritsels op zetten. Misschien was je de vloer al opgevallen. Het lijkt hout, maar is het niet. Het is PVC. Echt zo'n goede keuze geweest. Eerst kozen we voor klik PVC, wat we dan wel zelf wilden gaan leggen. Nou, toen dachten we, het is toch handig om een expert voor te laten komen. Die jongens kwamen en na 3 banen zeiden ze, ja, dit is geen goede vloer. Past voor geen meter. Geluk bij een ongeluk, want toen het hier dus half lag, dacht ik echt, oh my god, deze kleur, het was echt niet mooi. Dus ik ben als een gek meegereisd naar Batuverdorp met Roy mee. Nieuwe vloer uitgekozen, uiteindelijk in een Hongaarse punt, wat wij stiekem liever wilden dan visgraat. Visgraat verspringt. Een Hongaarse punt loopt echt een soort van pijlpuntje. Is een wat stoerder effect. Uiteindelijk toch een lichtere kleur. En ik ben er dus echt heel erg blij mee. Je voelt die houtnerf erin. En je kan er ook alles mee doen. Alles op laten vallen. En ook met deze draken is dat ideaal. En ik ben zelf ook nog wel eens onhandig. Dus zeer goede keuze geweest. We hebben helaas geen vloervorming. Maar daar is het dus ook top mee. Lukt het? Dus ik zeg elke keer dus. Dit is onze vloer. Niet goud. Ik vind het wel leuk als een huis een beetje van die hoekjes heeft. Daar heb ik daar niet heel veel ruimte voor hier. Maar dit is toch een beetje zo'n leuk hoekje. Allereerst het behang. Jawel, goud. Maar ja, dit is toch een partij goed uitgepakt. Het is van Elitis. Natuurlijk echt van dat structuur zit erin. Helaas is het geen zonnige dag. Maar als de zon hier erop staat, is het echt een hele mooie glans. En nou, ik ben er echt super blij mee. Dan hebben we even wat minder kleur. Maar hele mooie, eigenlijk persoonlijke kunst daarop hangen. Ik heb deze allebei van Pet gekregen. Dit is het buurtje waar ik woonde. En waar we uiteindelijk als eerste samen gaan wonen. Oud-West. Dit is dus mijn eerste huisje in Amsterdam op de Overtoom. Waar ik ook een jaar met Pet heb gewoond. En dit is zo gaaf gedaan. Helemaal een lijntekening. En zelfs een poes voor het raam. En dit is een lijntekening die ik van mijn vriendinnetje heb gekregen toen wij hier samen gingen wonen. Een foto van Pet en mij in Afrika. Dus allemaal hele bijzondere herinneringen en ja, ik vind het ook heel mooi staan. Planten zijn compleet Pet's verdiensten. Want door die 2 salontijgers had ik nooit plant, want ik dacht dat gaat niet goed. Ja, dat gaat eigenlijk verbazingwekkend goed. Dus een mooie plant. Vraag me even niet welke. Volgens mij is Stelitia Nicolai, maar dan moet je bij Rob Verlinde wezen. Dan een prachtig boek van Jimmy Nelson. Daar heb ik laatst zo'n mooie standaard voor gekocht, want ik vind het gewoon heel chic staan. En ja, deze man verdient het gewoon dat zijn foto's gezien worden. Dus daarom ligt het hier zo mooi open. Ik noemde al een paar keer het leuke winkeltje, waar dus die kat van is en waar de kussens van zijn. Dit is Pand 96 in Schoonhoven. Zij hebben echt waanzinnige dingen. Dit is dus een oud houten kastje. Hebben zij helemaal opgeknapt, geschilderd in echt een super mooie kleur. Nieuwe knopjes erop gedaan. En die kregen we ook als tip van de stylist. En toen zijn we daarheen gereden, kastje opgehaald. Lamp erbij met een echte marmeren voet. Dan zie je hier al een beetje wat ik net zei. Dat er nog geen afdekplaatjes op de stopcontact zitten. Ik wil dus heel graag goud, want ik denk dat het mooi bij het huis past. Maar dat is nog wel een uitdaging om een paar te vinden die passen. Dus dit zijn dan van die dingen die al bijna een jaar zo zijn. Ja, moet ook niet mooier maken dan het is. Dan staan we in de keuken met deze kleine draak die je wel dingen kan aanleren, maar niet kan afleren zoals je ziet. Maar goed, laten we lekker gaan. Best wel een grote keuken en wat dus heel lekker is. Pet houdt van koken, ik hou van koken. Maar in hoekkeuken zijn wij geen match. Want hij staat mij gigantisch in de weg en hij vindt dat ik hem in de weg sta. Anyhow, we komen er niet uit. Maar hier kan iemand snijden en dan kan iemand hier snijden. En dan heb je geen ruzie en wel een lekker maaltje. Dus dat is heel fijn van zo'n grote keuken. Nu is die hoogglanswit. Als ik ergens een hekel aan heb, is het hoogglanswit. En we hadden zelfs al de pottenverf klaarstaan. Maar het gekke is, en ook dat is met een huis, it grows on you. Als je er eenmaal in zit, is het soms makkelijker keuzes maken. Want door die champignonkleur, noem ik het maar even, op de muur, dat weerspiegelt dit een beetje. En het is ineens niet zo ontzettend hoogglanswit meer, maar een beetje crème-achtig en... Toen we erin zaten dachten we, ja, moeten we dit nou ook donker gaan schilderen? De rest is al redelijk donker. Het is eigenlijk wel lekker fris. Dus we hebben het toch zo gelaten, zonder van die verf die in de kast staat. Maar goed, dat daar gelaten. Dus hier zouden we ook niet zelf voor gekozen hebben. Maar goed, ook dat went. En het liefst zou ik natuurlijk wel nog een gouden kraan hebben. Maar dat komt allemaal wel. Wat wel nieuw is, en dat hebben we ook sinds een paar weken, is de bar. Ik droom er dus helemaal van om dan hier lekker...
'S Ochtends met mijn laptopje zitten en mijn kopje koffie. Of lekker als de een aan het koken is, de ander met een wijntje erbij. Nou, dat kan nu dus. Dat heeft Pet samen met zijn vader gemaakt. Ik heb er laatst even zo'n gezellig lichtstripje onder geplakt. Kijk, het is toch helemaal een effectje? Vind ik nou leuk, ook van. Wederom velvet, want ja, dat gaat natuurlijk goed met de poesennageltjes. Krukjes erbij. We hebben ook eindelijk een fatsoenlijke kattenbak gevonden in de kleur van de krukken. Want ja, dat hoort nou eenmaal in huis. En het is fijn dat ik nu eentje heb die niet zo lelijk is. En ik heb eigenlijk altijd de hele dag kaarsjes aan. Vind ik gezellig. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik wil ze altijd bij mensen in de koelkast kijken. En wij gingen hier ook letterlijk op met de bezichtiging, want dit is dus de koelkast. Nou, niet heel veel boeiend. En het is net zo'n grote vriezer. Dit is toch echt fucking chill. Want kijk, als je dus heel erg van met hem zo houdt, past gewoon allemaal in. Helaas geen inductie, maar gas werkt ook. En deze past niet in de la. Dus een goed excuus om hem lekker als eyecatcher zo neer te zetten. Ik vind het ook wel leuk in een keuken. Je mag wel gewoon wat spulletjes op het aanrecht hebben. Jij moet er nu vanaf, hè? Ga je mee in de slaapkamer? Oké. Ik denk dat als eerste wat je opvalt de lamp is. Dat is ook weer van hetzelfde merk als die andere lampen. Vind ik wel echt vet. Vind ik wel een goede upgrade voor de slaapkamer. Het doet me een beetje aan oorbel denken. Dus helemaal leuk. Deze wand zat er al in. Had ik ook niet per se voor gekozen, maar met die spiegel zo erbij vind ik het wel tof. En omdat we toch een beetje eigen wilden maken en weer de ruimte wilden inpakken, hebben we niet gekozen voor één kleur op de muur, maar voor twee. Of tenminste niet wij, dit heeft Laura weer bedacht, want ik was hier nooit opgekomen. Het leek mij een beetje donker, maar ik moet zeggen in een slaapkamer vind ik het wel knus. Dus ook weer een beetje dat paarse wijnachtige kleurtje, daarboven roze. Dat loopt ook helemaal over in het plafond. Als je me volgt op Insta herken je deze achtergrond misschien wel, want er komt zo'n lekker licht binnen daar. En hier neem ik vaak mijn outfit video's op. Ik heb onlangs een rek hier neergezet, want ik ben gewoon rommelkont en dan kan ik even netjes zo mijn outfitjes ophangen die ik of gedragen heb of de volgende dag aan wil. Dit hangt er niet voor je lol, maar hier horen nog plantenpotjes in. Maar goed, dat komt allemaal nog. En deze slaapkamer is niet per se heel klein, maar een beetje onhandig ingedeeld met die gekke deur in het midden. Dus de vorige bewoners hadden dus deze twee hoekkasten laten staan. En hoewel ik niet heel erg spreek ben over de kleur, is het wel verdomd handig. Dan hebben we natuurlijk ook nog een badkamer die wel nog een upgrade krijgt. Of upgrade, een kleine makeover met leuke spulletjes. Want dit was voor het grootste gedeelte al zo. Nu had ik ook niet gekozen voor een donker vloer, witte tegels, saai. Weet je, het mag gewoon wel wat meer kleur hebben. Maar het was allemaal zo netjes dat we dachten, ja, gaan we de boel ook verbouwen? Nee. Maar ik geloof erin dat je met bepaalde accessoires de boel een beetje kan opfluffen. Dus dat ga ik doen. Hou jullie van me te goed, dat komt in een andere video. Dit is hoe het nu is. Dit vind ik wel echt een hele leukert. Mijn api. Voor de rest ook wel plantjes. Dit wandje was er al. We hebben wel de douchekop vervangen, want ja, dat is wel zo hygiënisch. Hier ben ik toch een partij blij mee. Weer goud. Maar deze, ja, een regendouche. Met ook een handdouche van Badkamervoordeelshop. Echt ook super blij mee, want ik hou er gewoon van als zo'n grote douche is en het is handig en het staat gewoon chic. Wat er wel leuk is, hier hebben we wel de goede knopjes, want hier pasten ze wel als enige plek in huis. Dat is toch schandalig. Maar goed, dit is dus het idee dat het ook bij de stopcontact zo mooi zo gaat. Tot zover onze home tour. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Wat je van deze stijl vindt, zou je zeggen, ik wil ook wat meer durven in huis of het is echt helemaal niks voor mij. Ben ik heel benieuwd naar. Als je het leuk vond, laat het me weten. Abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei!